Luc Vingerhoed, de zaakvoerder van Luma. U hebt de opworp gegeven hier bij de eerste halve finale. Eerste helft dan ook gezien uiteraard. Wat vindt u ervan tot nu toe? Ik vind de eerste 10 minuten vond ik het best boeiend. Nou, die wat afzwakking van Boekenberg eigenlijk. Nou, ze komen toch een klein stilstand terug, weer terug dat het misschien toch beter toch een wedstrijd wordt. Ja, met Boekenberg ben je nooit klaar natuurlijk, hè? Nee, dat weet je nooit niet. Als je spitskonijnen beginnen te scoren, dan kan het wel eens heel spannend worden. Met 11-9 bij de rust is eigenlijk alles nog mogelijk in de tweede helft. Voor mij wel, voor iedereen denk ik ook wel. Voor uzelf zo'n opwerp geven bij zo'n halve finale, iets speciaals? Ja, dat geeft altijd wel een beetje bekijks naar mijn firma toe. Dat ook weer een beetje reclamegericht dat weer is. En het is ook gegund dat ik de wedstrijdballen kan sponsoren. U zit al jaren met uw firma in het korfbal. Waarom eigenlijk? Zelf heb ik altijd korfbal gespeeld. Jarenlang scheidsrechter geweest, ook aan de top gefloten. Dus het korfbal ligt me wel bij het hart. En daarom hebt u zich ook met uw firma voor een stuk verbonden dan aan AKC. Ploeg die zo meteen de tweede halve finale gaat spelen. Wat verwacht u van die wedstrijd tegen Kwik? Ja, ik vind kantje boord dat ze 50-50% hebben van elkaar. Natuurlijk hopen we altijd dat uw ploeg dat gesponsord, dat die natuurlijk winnen. Maar ja, ik ben ook zo fair te zeggen van kijk, de sterkste die wint, klaar. In de reguliere competitie was het verschil heel klein. Hè? AKC Luma Kwik, 1 doelpuntje. Eigenlijk als je de 2 wedstrijden optelt, 1 doelpuntje verschil. Wel in het voordeel van AKC Luma. Maar dat zegt misschien niks over vanavond. Nee, ik denk altijd, dit is altijd een totale andere wedstrijd tegenover de competitie. Op de competitie kan je misschien nog iets permitteren. Maar hier is het erop of eronder. Heb je de spelers al gezien hier vanavond? Ik heb ze al gezien, maar ik ben ook zo, ik laat de mensen gerust in hun eigen voorbereiding. En wat kon je aflezen op de gezichten? Ja, ze zijn toch wel wat scherp, denk ik. Ze zijn wel redelijk gefocust. U zorgt ook voor een fair play beker aan het einde van het seizoen. Die wordt niet vanavond uitgereikt, hè? Nee, die zal pas 4 mei uitgereikt worden. Op de 4 mei, belangrijke avond. Vertel eens wat er dan allemaal gebeurt. Daar gebeurt dus de scheidsrechter en zo van het jaar, korfbalste korfballen van het jaar. En ook de fair play beker die naar een bepaalde club gaat, die eindelijk als eerste eindigt, tweede of derde. Het gloednieuwe gala van de Gouden Korf, zoals het dan heet, 4 mei inderdaad in Antwerpen. Wat verwacht u hier tot slot van de tweede helft nog? Ik hoop dat Boekenberg bijblijft en dat het, ja, van mij mag zelfs met verlengingen zijn. Dat het echt een spannende close-up wordt. En stel dat uw eigen ploeg, AKC Luma, de finale haalt, tegen wie wil u uitkomen? Dat mag zelfs Boekenberg zijn of Borgraat, maakt niet uit. Winnen doen we toch.